Caroline ook? Ja. Die is de moeder? Zij doet de moeder. De vader en moeder van deze jongen die we net zagen, hè? Ja, van deze jongen. Ja, okay. En daar, die wil ook niet deugen. Nou, dat zullen we zien. Fred, we doen dit omdat we van je houden, jongen. Dat leuke gezin van verderop had precies hetzelfde met zijn zoon Jordi. Hij lag de hele dag door op de bank naar Telcel te kijken. Toen zijn ze met hem gaan praten en nu werkt hij in de apotheek en heeft hij een appartement. Dat zal wel, maar ik wil niet in een apotheek gaan werken, man. Maar je zult toch iets moeten doen. Je moet een eigen leven gaan leiden. Je moet een baan vinden en je moet het huis uit. En met name dat laatste. Ik was het huis uit. En ik had een baan. Is het mijn schuld dat ze failliet gingen? Fred, dat was een jaar geleden. Je moet nu weer terug in het zadel. En jij hebt zoveel mogelijkheden. Het is... En de make-up is ook zo goed. Je herkent jezelf nee, allemaal. Nee, daar is heel lang aan gewerkt. Worden jullie nou vaak echt als setje gevraagd voor dit soort dingen? In dit geval lag dat voor de hand, ja. Maar als setje hebben we die studio niet betreden. Dat is om de beurt. Dus we hebben elkaar niet gezien en niet gesproken. Dat was geen romantisch uitje. Nee, we doen veel romantische uitjes, maar dit was het niet. Nee. Erik.